Goedemorgen beste mensen, ik ben hier aan de ingang van Terneuzen op deze woensdag 28 augustus 2019. We gaan even een kijkje gaan nemen naar de voorbereidingen van het vrijheidsfeest, laat ons zeggen, op zaterdag nu 31 augustus. Dus richting Terneuzen gaat, je ziet de eerste vermeldingen aan de bushokjes hier. 75 jaar vrijheid Terneuzen, dus 31 augustus 2019 gaat dat door. Ik ga nu verder naar het centrum. Van der Tussen ben ik hier op de Axelse straat, bijna aangekomen, centrum Terneuzen. Is daar ook duidelijk al aangeduind, dus doorgaans verkeer binnenstad afgesloten op 31 augustus van 10 tot 20 uur, uitgezonderd bewoners. Ik ben nu de richting hier van het stadhuis van Terneuzen. En we kunnen zien dat het verkeer al duidelijk wordt omgeleid, ook de bushalte is hier geannuleerd en dan even verder het stadhuis. De prachtige vlaggen, 75 jaar vrijheid. En dus hier nogmaals zicht op het stadhuis van Terneuzen. Ik zal nog even verder gaan naar de zeedijk. Ja, dat staat overal duidelijk aangeduid. In verband met het evenement. Dus dat we waren wel degelijk buiten het centrumgebied. Het best kan geparkeerd worden. En daar ook nogmaals de prachtige vermelding. Terneuzen viert 75 jaar vrijheid op 31 augustus 2019. Een prachtig beeld hier. De wijk is dus wel degelijk volledig afgesloten. Maar nog even hier nu boven op de zeedijk. Hier nogmaals het prachtig zicht op Terneuzen. En aan de linkerkant is hier ook iets nieuws. Een nieuwe horecazaak. Ik ga hier nogmaals zicht op deze nieuwe horecazaak. En aan de rechterkant de jachthaven van Terneuzen. Dus het kan geen betere plaats zijn met zicht op de jachthaven. Dan natuurlijk de Westerschelde. De vaarroute voor de vrachtschepen naar en van de haven van Antwerpen. Altijd prachtig om hier even te komen wandelen en te genieten van het zicht van die boten die voorbij komen. Absoluut een ervaring waard.
hier nog mooi zicht op de jachthaven van Terneuzen. Hier ook terug de vermelding. Ja, het is wel duidelijk ook dat er op deze locatie dat men moet te voet komen en op tijd om alles van dichtbij te zien. Dus op deze 31 augustus. Ik ga nog even verder gaan nu. Dus ik ben hier aan de Schelde Boulevard en hier zijn er containers geplaatst met vermelding van de feiten van 75 jaar geleden. Ik zal even een nader kijkje nemen. Vanaf de Schelde Boulevard heeft tientallen containers. En dan ga je even verder. En dan kom je dus hier met nader informatie. Jij komt dan op prachtige foto's van vroeger. De sfeer is compleet, dus je kan in de container stappen en je even omdraaien. En dan heb je hier direct bevrijd. Het is een geweldig initiatief om het op deze wijze te presenteren vanuit deze container. Ik ga nog even achteruit hier. Kom in feitelijk de container binnen. Je komt eruit en je komt direct hierop. Bevrijd. Een geweldige foto. En dan even verder hier. Einde van de slag om de Schelde. Er is ook voldoende informatie. Ik zeg, het is absoluut de moeite om hier te komen. Nu zaterdag om alles bij te wonen. Hier ook een foto van Middelburg, Duitse overhaven. En zo gaat de sfeer hier verder, de, laten we zeggen, expositie via de containers. Ja, dus de foto's hebben een betrekking met verschillende locaties, die verbonden zijn natuurlijk aan de bevrijding. Ja, het is zeer goed gepresenteerd. Men neemt alle locaties, alle vele locaties toch wel centraal om een duidelijk overzicht te geven over alles.
Hier een foto, West-Zeeuws-Vlaanderen. Een alles vernietigde strijd. Hier ook foto 17 september 1944, een Poolse tank bij de ronduiten in overslag. Hier ook wel een belangrijke foto. Oost-Zeeuws-Vlaanderen door de Polen bevrijd. Ja, het is hier aan het regenen, te terneuzen. Ja, er is even donder en regen te terneuzen. Al even verder. Hier ook een foto, D-Day, 6 juni, de massale landing. Hier ook Antwerpen bevrijd. 4 september, groot feest in Antwerpen. De geweldige foto's. Hier ook informatie, het begin van de bevrijding van Nederland.
ook verschillende datums en de nodige informatie. En dan hier ook een heel belangrijke, de tijdlijn. Tijdlijn 1944, wat gebeurt er wanneer? Alles mooi getoond, ik ga het even hier, de Engelse versie. Beste mensen, dat is een snelle overzicht, maar ik zeg absoluut de moeite om hier langs te komen en alles even stap per stap door te nemen. Ja, het zal normaal gezien wel mooi weer zijn deze zaterdag. En even verder kom ik dus terug op de boulevard. Hier ook nog even de vermelding: Vrijheidsboulevard, welkom. Ja, en hier heeft eigenlijk de ingang van de andere kant, Vrijheidsboulevard, met de nodige informatie. Dus ik kan even hier binnen en dan via een klein loopbrugje naar beneden en zo langs de containers met de nodige informatie wandelen. Zeg, het is toch wel een geweldig hoe dat het gepresenteerd is. Dus hier ook nog de informatie. Dus de Vrijheidsboulevard toont het verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland en de slag om de Schelde. Hij staat nu voor de filmzaal waar de Vrijheidsboulevard start. Met een introductiefilm. Ah, er is ook nog een film dat er kan gezien worden dan. Waarschijnlijk via deze overdekte tent. Ja, die dus momenteel nog in voorbereiding is. Dus daar kunnen we momenteel nog niet filmen. Ja, het is hier in Terneuzen momenteel even over 8 uur in de morgen. En dus je ziet, de voorbereidingen zijn nog volop bezig. En dan ook hier zal waarschijnlijk de ontmoeting plaatsvinden van de verschillende staatshoofden, had ik gelezen. En vervolgens, dat is ongeveer rond 1:30, 2 uur, had ik gelezen in de krant. En nadien kan men dus gewoon verder alles gaan volgen. Maar ik zeg, het is al van 's morgens dat men hier aanwezig kan zijn om toch wel mee te leven met hetgeen dat er gebeurd is 75 jaar geleden. En toch wel zijn belangstelling te tonen vind ik toch wel voor iedereen belangrijk. Ook uit respect voor onze vrijheid. Het is toch wel belangrijk, onze vrijheid die we nu hebben, hebben we te danken aan de mensen die 75 jaar geleden gevochten hebben voor die vrijheid. Voilà, beste mensen, dat was een preview op het feest, dus die zal plaatsvinden deze zaterdag 31 augustus 2019 hier te Terneuzen. Word alvast abonnee van Mediamen 5. Zo blijft u op de hoogte van de nieuwe video's en ook wanneer dat de video wordt gepubliceerd. De live momenten, dat krijgt u direct beschikbaar ook via uw e-mailadres. Ik zou zeggen, doe eventueel een YouTube-account open, het is gratis. En blijf op de hoogte van mijn laatste video's. Tot later!